bij de opleiding Applied Data Science and Artificial Intelligence van Zuid Hogeschool in Heerlen leer je hoe je AI in de praktijk kunt toepassen. Je leert bijvoorbeeld hoe je op basis van data bedrijven kunt helpen slimmer om te gaan met energie, zodat we aan onze grote vraag kunnen blijven voldoen. Wiskunde en logica zijn belangrijk tijdens de opleiding. Maar ze staan ook nadrukkelijk stil bij ethische aspecten die AI heeft op onze maatschappij. Zuid Hogeschool start per 1 september met een uitdagende mooie opleiding genaamd Applied Data Science and AI. Het gaat over kunstmatige intelligentie. En waar wij voor gaan staan is het aanbieden van een opleiding, eigenlijk nieuwe toekomstige professionals hier in de regio, die de mogelijkheid hebben om binnen ziekenhuizen, gemeentes, maar ook bedrijven meer kennis en vaardigheid te kunnen bieden over data science en kunstmatige intelligentie. Om het bruikbaar te maken, toepasbaar te maken voor de mens, voor de burger, voor de inwoner van de regio en Limburg. AI staat voor Artificial Intelligence. Ja, in het Nederlands is dat kunstmatige intelligentie. En eigenlijk is het een heel breed vakgebied wat al jarenlang bestaat, waarin dat we proberen om intelligentie van de mensen of na te doen. Of dat het lijkt of dat kunstmatige doet zoals een mens doet. En daar zijn verschillende gebieden en verschillende voorbeelden van. Maar het is recent eigenlijk heel erg bekend geworden door generatieve AI. En mensen verwisselen dat ook heel vaak. Een hele moeilijk woord, maar dat is de ChatGPT. Dat zijn die zaken die automatisch met antwoorden gaan komen en die dat veel slimmer nog doen dan dat we dat al kenden van Google, wat ook al een tijdje bestaat. Vanuit een heleboel data proberen we hele slimme dingen te doen. En dat is eigenlijk wat je met kunstmatige intelligentie doet. Nou, begrijp ik uit je verhaal, en dat is misschien ook zoals de kijker het ervaart, gaat die AI de mens vervangen? Nou ja, daar zijn de meningen verdeeld over. We hebben een aantal slimme mensen gehad die een aantal jaren geleden bij elkaar zijn gekomen. De grootte der aarde rondom dit gebied. En ze zijn eigenlijk verdeeld. Er is een groep die daadwerkelijk bang is dat dat gaat gebeuren. Dat we op een gegeven moment zover zijn dat die kunstmatige intelligentie zichzelf kan maken. En dan misschien zelfs wel ook, denken we, zoals dat vaak in van die science fiction films is, ons ook gaat vervangen. Maar dat is ook een hele groep mensen die echt wel ziet dat de mens in controle blijft. En ja, dat proberen we natuurlijk ook met z'n allen te zijn. Waardoor dat we die AI zo kunnen maken dat die ons helpt en dat die ons verrijkt. Als je nou naar die groep gaat en vraagt wat zal het worden, dan zijn de meningen daarover verdeeld. Dat is echt nog niet uitgekristalliseerd. Dus, en ook ik zou dat niet weten nu. Ik denk dat we in staat zullen zijn om dat onder controle te houden. En ik denk ook dat we in staat zullen zijn om onze mensen zover te krijgen, de ontwikkelaars, zodat we dat onder controle houden. Maar daar moeten we wel aandacht voor hebben. Ik vergelijk dat zelf altijd een beetje met de opkomst van überhaupt het internet. Dat was ook iets helemaal nieuws, zeker voor de wat oudere generatie. Maar om daarin te werken, om ze daarin wel mee te nemen, is wel belangrijk ook om bepaalde angsten die daar wellicht leven, weg te kunnen nemen. AI kan een aantal dingen doordat je een heleboel grote hoeveelheid data kunt verzamelen. Veel meer dan ik als mens of dat wij als een groep mensen aan kunnen. Doordat mijn rekenkracht in mijn hoofd, het gaat maar tot 100 km per uur. Nou ja, met AI, met computers kun je daar 10.000 km per uur van maken. Daardoor kan ik veel sneller bepaalde verbanden leggen met behulp van die AI. Weliswaar als ik als mens er nog steeds naar blijf kijken, want dat blijft belangrijk. Maar die processorkracht, dus de mogelijkheden om veel sneller, veel meer data en daar iets mee te doen, is zoveel meer dan een mens kan. Daarvoor is AI nodig om ons te helpen om een bepaalde beslissingen en een bepaalde acties, ja, en echt een hulpmiddel te zijn. Nogmaals, terwijl dat ik wel als mens dat naar blijf kijken en een bepaald oordeel blijf vellen. Want dat blijft belangrijk dat wij als mensen eigenlijk in de loop, ze zeggen dan de human in the loop, de mens in de connectie met dat AI, de beslissingen te nemen. Wat zijn de gevaren van AI? De gevaren zijn op het moment dat mensen niet in de gaten hebben wat er gebeurt met hun data. En op het moment dat ze met bepaalde data gaan trainen.
Je moet je voorstellen, zo'n AI is een setje van regels, een setje van zaken die op basis van bepaalde gegevens een bepaalde uitspraak doen. Bijvoorbeeld, dit is een goed interview of dit is een slecht interview. Er komen er 10, 20, 30 interviews die die AI bekeken heeft, van allemaal mannen zoals ik. Dan komt het volgende interview met een vrouw en dan wordt dat afgekeurd omdat dat niet in die set heeft gezeten van data, omdat er nooit een vrouw is geweest. Dat zal wel niet goed zijn, want dat is uiteindelijk niet in de eerste set terechtgekomen. Weet je dat, ben je daar bewust van, kun je als mens zeggen, ja, dat klopt niet. Die AI moet getraind worden ook op vrouwen. En dan komt dat ook daar beter uit. Weten we dat niet, hebben we dat niet in de gaten met welke data dat gebeurd is, of wat die machine daarmee gedaan heeft, dan komt dat in gevaar. Nou heb ik het over een interview, maar als dat over een arts gaat, over een autonome auto, dus een Tesla die ergens zomaar op een weg rijdt, dan kan dat heel gevaarlijk worden. AI is iets wat in alle domeinen een rol gaat krijgen. Dat betekent dat AI ook in heel veel domeinen zijn intrede zal gaan doen. Dat betekent dat mensen die in de domeinen werken, zoals bijvoorbeeld de zorg of de verduurzaming of de bouw of het onderwijs, op de een of andere manier wat meer moeten weten of moeten gaan weten van AI. Dat betekent ook dat we meer mensen nodig hebben die AI toepasbaar kunnen gaan maken. Dus je ziet zeg maar dat we ons aan het voorbereiden zijn op de manier dat AI ons niet overkomt, maar dat we AI ook op een goede manier kunnen gaan inzetten voor het behoud van werkgelegenheid en voor het vitaal blijven van Limburg. Voor Limburg is het belangrijker dat we een rijker aanbod krijgen in het totale onderwijslandschap, daar waar het gaat over AI. Dat betekent dat je ook op een HBO nu Applied AI kunt studeren en dat je niet afhankelijk bent om het alleen maar op de universiteit te doen. En dat betekent daardoor ook dat je meer toepassingen kunt gaan bereiken van AI bij MKB's en bij organisaties en bij grotere bedrijven. En dat is echt een meerwaarde van deze opleiding, dat een gat wordt ingevuld wat er op dit moment waar nog geen opleiding was.